we're living in. Let me tell ya. And it's a world that man can eat at all, with things that big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for. Jan Beumen, jij bent manager visuals bij Movaris. En kun jij vertellen wat jullie hier laten zien op de spoorparade? Ja, dat kan ik. Wij laten hier de Oculus Rift zien. En de Oculus Rift is een methode, een middel, een techniek om beelden in 3D, echt 3D te beleven. Het is een zeer innovatieve manier van presenteren. We hebben tot dusver wel 3D modellen gemaakt waarmee je interactief door een 3D wereld kunt lopen. Maar dat is toch plat, omdat je een plat scherm hebt. Met de bril heb je de echte beleving in de 3D-wereld, omdat je zelf onderdeel uitmaakt van die wereld. Je zet de bril op en je stapt in de 3D-wereld. Wat ziet deze jongen hier? Deze jongen kijkt nu naar Amersfoort. We hebben hier het station Amersfoort gevisualiseerd voor een lichtonderzoek wat we hebben gedaan voor NS. We hebben dat hier alleen een beetje geschikt gemaakt voor spoorparade. Zoals we dat ook voor de andere projecten hebben gedaan. Omdat we ervan uitgingen dat er wel veel jeugd geïnteresseerd zou zijn in deze techniek. Jeugd heeft er op YouTube al veel van gehoord, vaak over gesproken. Maar ze hebben het nog niet kunnen beleven. En nou dachten we, dat is wel mooi om dat hier voor hen zo te presenteren. Maar we gebruiken het natuurlijk ook professioneel. We gebruiken het in combinatie met allerlei nieuwe technieken. De Oculus Rift in combinatie met Leap Motion, dat je je handen ook kunt zien. Dus dan heb je en de 3D beleving van de wereld, maar ook de combinatie met je handen. Dus je ziet je eigen handen ook in die wereld. En dan beweeg je als persoon door het station. En wat krijg je dan allemaal te zien? Je loopt door het station. Je ziet mensen die op het station staan te wachten op de trein. Je ziet mensen die lopen naar een trein. Je ziet een trein aankomen. Je ziet de dienstregeling. Je ziet eigenlijk zoals het in werkelijkheid is. Alleen virtueel. En deze brillen worden ook voor andere doeleinden gebruikt, hè? Kun je daar wat meer over vertellen? Ja. Wij beogen de bril te gebruiken voor opleiden. Het opleiden van bijvoorbeeld machinisten. We zijn nu bezig met een machinistensimulator te ontwikkelen op basis van deze Oculus Rift. De techniek waar ik het net al even over had, het besturen met de handen, die komt in een cabine geweldig tot zijn recht. Met deze bril stap je dus in de virtuele cabine. Je steekt je handen vooruit naar het tableau waar alle knoppen zitten. En je kunt de knoppen gaan bedienen. Je kunt de hendels bewegen, je kunt de hendels besturen. En dan vervolgens komt de actie die je ook verwacht. De trein gaat rijden en die rijdt over het spoor waar jij dus wegbekendheid op wil doen. Of je leert werken met nieuw treinmaterieel. Kun jij een voorbeeld noemen van waar het in bijzonder nu op dit moment mee voor gebruikt wordt? Voor station Delft hebben we voor de machinisten, die worden op dit moment daar ook in getraind, een simulatiemodel gemaakt van de nieuwe stationsomgeving met de nieuwe tunnel. Station Delft zijn ze op dit moment helemaal opnieuw in het richten, hè? Ja, station Delft dat wordt volgend jaar opgeleverd. Machinisten moeten dan kunnen rijden in de trein, met de trein over het nieuwe traject. Ze kunnen van tevoren niet oefenen, maar dat kan virtueel wel. Dus op deze manier kunnen we dat met hen zo, kunnen we hen zo instrueren hoe dat er straks uit gaat zien. Waar de borden staan, waar de seinen staan. En ze rijden gewoon zelfstandig over het virtuele traject. Movaris is heel erg deskundig op het gebied van simulaties. Kun jij nog andere voorbeelden noemen van simulaties in het spoor die op dit moment in gebruik worden genomen? Ja, een mooi voorbeeld is een Science Simulator. We hebben de Science Simulator ontwikkeld. En op dit moment hebben we daar de DSSU, het grote spoorproject rond Utrecht, hebben we helemaal in de Science Simulator verwerkt. Zodat vooraf onderzocht kan worden of de zichtbaarheid op de seinen voldoende is. En of een machinist ook straks, als hij daadwerkelijk daar rijdt, ook kan een juiste interpretatie kan hebben van de seinen die hij ziet. Ziet hij zijn groene licht of kijkt hij naar het groene licht van het nevenspoor?